Yo, inwoners van de GameStand, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering waarbij ik random derp in Mindtopia. En vandaag ga ik heel veel centjes uitgeven. Want ik heb heel veel verdiend en mensen die kopen indirect dus via... Kijk, ik ben gewoon heel lief, dus ik ga even wat mensen rondvragen wie de geld wil. De rest blijkt me geen zin om te luisteren. Dus loop maar achter mij aan en wie weet krijg je zomaar geld. Je weet het niet, hè? Kijk dan! We gaan gewoon rondjes lopen om de fontein heen. En dan... oh, shit! Ik drop zomaar een diamond block. Hè? Zo. Oh, nee! Alweer! We gaan even tot contractie aan. Hoppatee! Zo! Ja. Oh, alweer wat gedropt. Oh! Oh, en hier? En hier? Dit is toch fantastisch, jongens? Kijk, en zo train je dus mensen ook voor fitheid. Ja, het is heel simpel. Kijk, hup. Oh, weer wat gedropt. Oh, jeetje. Iedereen loopt achter me aan. Ik vind het prachtig. Oh, dit ga ik ook in andere steden doen. Gewoon even kijken. Nou, in principe ga ik ongeveer 2 ton droppen in totaal. Dus dat is best veel geld. We gaan al voorbij het gemeentehuis. Kijk. Kijk, we met de squad. Oh, ik drop alweer geld. Oh jee. Jongen. Voor de duidelijkheid, dit is legit geld, hè. Dit is echt... ik geef niet zoveel fucks om geld, namelijk. Ik wil natuurlijk wel veel geld hebben, maar... af en toe moeten de armere mensen het ook hebben, hè. Dus... iemand spreekt mij aan. Ik ben goed voor... Mijn portemonnee is lek. Ik geef geld aan de minder bedeelden. Illegaal? Sinds wanneer? Is het illegaal? Ik zal het hier niet weer doen, meneer de agent. Auw! 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 Hé! Hey! Wel gek geworden, man. En ik vind het wel gezellig hier, moet ik zeggen. Maar dit is wel heel erg overdreven. Nou, ik... weet je wat? Nice. Ik loop wel even naar een andere stad. Man. Beetje mij zomaar slaan en zo. Jeetje. Nou, wij gaan even door naar een volgende stad. Dus ik zie jullie zo meteen weer. En wie weet ligt er wel wat geld op de grond. Nou, kom, we gaan, jongens. Hoppatee. Kom maar, hoor. Even kijken of het al net zo goed gaat als in de vorige keer. Hoppatee. Oh, hier zo 2500, joh. Oh. Even kijken. Oh. We gaan hier eventjes wat blokjes uitgeven natuurlijk, hè. Oh, kijk. Ah, hier, het groepje wordt al groter, hoor. Het groepje wordt al groter. Kijk. Oh, zullen we geld droppen? Dan wordt het in één keer interessant, hè? Dan wordt het in één keer interessant als er op een gegeven moment... geld gaat vloeien hier zo, hè? Oh, in één keer ligt er geld op de grond. Goh, waar komt dat toch vandaan, joh? Het is toch... Oh. Zo, en dan doen we hier zo nog even... Oh... Hè? Dit zijn allemaal bierdrinkers, dus dan mogen ze wel voor mij af en toe wat geld terug hebben. Hè? Ik ben vandaag in een goede bui, dus dan mag dat gewoon. Nou, en dan doen we nog laatste 4. 1. 2. 3. En 4. Zo, nou. Zo. Voor de gelukkige vinders. Alsjeblieft. Ik ga weer door naar andere minder bedeelden. Dus ik ga nog even snel door naar de volgende stad. Yo. Nou, ik ben hier dus even bij mijn bierkantoor. Ik ga heel even kijken of er nog wat bijzonders in ligt. Ik denk... Ik loop helemaal de verkeerde kant op. Ik denk niet dat er veel bijzonders in ligt. Ja, twee sollicitaties, maar daar doe ik even niks mee. Maar we gaan eens even kijken of mensen hier zin aan hebben aan wat gratis geld, hè? Ik denk, hè? Ik bedoel, even kijken.
Dan hoop ik niet dat de politie mee heeft. Schijnbaar is geld erop. Geef me één goede reden waarom jij 5K zou kunnen gebruiken. Eén goede reden en dan wie weet. Als hij goede reden geeft, dan krijgt hij van mij 5K. Gewoon omdat ik zo aardig ben. En om zijn KVK te betalen. Nou, kijk aan, alsjeblieft, jongen. Alsjeblieft. Heb ik weer iemand blij gemaakt, hè? Natuurlijk een beetje lullig als er maar twee mensen zijn. Ik wil wel een Delphine of zo. Die gaat waarschijnlijk voor zijn eigen bedrijfje. Nou, weet je wat? Weet je wat? Hier. 1, 2. 2, alsjeblieft, hè. Spendeer het wijs. Nou, dan gaan wij nog even... nog één dingetje doen. En dat is... Nou, zullen we nog een gemeente dan maar even... Nou, ik denk dat ik een boete moet betalen. Dus ik denk dat ik even terug moet naar Hollandia. Ja, en ik moet even... Of was dat nou in... Oh nee, Cutrexia. Ik zou even naar Cutrexia gaan. Nou, ik kom even snel te zaken. Als dat niet erg is. Heb dus net even... ik liep wat rond en mensen... Ik denk, ik ga de armen helpen, weet je wel. Zo van, ja, hè, leuk. Alleen... schijnt dus dat je dus niet zomaar geld mag rond gaan gooien hier in Cutrexia. Ja, dat klopt. Dat zien we als een dropparty en daar moet je een vergunning voor hebben. Oké, nou, ik hierbij wil ik dan even mijn excuses aanbieden daarvoor. Ja. Oké, waarvoor dit geld? Nou, ik was dus bezig en toen zat er een hele groep achter me aan en toen was het helemaal gezellig. En toen kwam de politie erbij en moesten we slaan en zo. Dus ik denk, nou weet je wat, hier heb je wat geld ter vergoeding voor de wapenstokken, zeg maar, die erbij moesten trainen. En dan hoop ik dat het is opgelost eigenlijk. Oké. Ja, we gingen alleen een beetje actie ondernemen. Dus we waren niet van plan om je op te pakken. Dus als je nog meer ging droppen, dan gingen we je wel oppakken. Maar voor de rest was nog niks aan de hand. Oké, nou gelukkig, gelukkig. Ja. Maar ik, nee, is goed. Ik heb het gestopt. Dus, alsjeblieft. Ik hoop dat het voldoende is. Ja, vast wel. Nou, oké, dat is mooi. Dan ga ik weer verder met mijn bierpraktijken. En dan zal ik wel een andere manier gaan vinden om de mensen... Ja, je kunt altijd een vergunning aanvragen bij de gemeente als je echt wil helpen. Oké. Dus ja. Nou, succes dan, verder. Dan regel ik dat voortaan. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Yo, later. Doei. Nou, en dat is dus mooi afgehandeld. Hehehe. En dan kunnen wij lekker verder met mijn bierpraktijken. Ik heb alweer een aantal bestellingen binnen, maar ik heb slecht nieuws. Ook ik moet belasting gaan betalen over wat ik verdien. En ik geloof dat het 40% of 60% is wat ik moet inleveren. Dus dat is niet bepaald weinig. Maar... ja, het is niet anders. Shit, waar is mijn bierkantoor? Oh, daar. Ik moet het gewoon dus ook zelf inleveren. Dus mijn zuurverdiende centen gaan dus deels naar een gemeente toe. Of naar de overheid. Dus hè. Mocht je bier willen kopen, kom even gerust langs als ik hier open ben. Dat is niet altijd, maar goed, soms wel. Er zit niks in hier. Dan doe ik zo de deurtje open en dan kun je gewoon bij me komen. Ik zit echt volgens mij vet veel mensen negeren hier in de chat. Maar dat maakt niet uit. Hey, ik wens jullie een hele fijne dag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Zo ja, even liken als je wil. En abonneer nog even als je dat niet hebt gedaan. Ja, dankjewel. Hey, doei!